Goedemiddag. Het assiseproces over de moord op Julie van Espen wordt achter gesloten deuren gevoerd, zo is vanmorgen beslist. De Omicron-variant van het coronavirus wint snel terrein in Groot-Brittannië. En Duitsland zegt dat het een omstreden gasleiding niet in gebruik zal nemen als Rusland Oekraïne binnenvalt. Er is geen publiek en geen pers toegelaten op het assiseproces over de moord op Julie van Espen. Het proces is vanmorgen gestart en wordt volledig achter gesloten deuren gevoerd. De familie van Julie van Espen had dat gevraagd om haar integriteit en waardigheid te bewaren. Ze willen vermijden dat details over de moord op de straatstenen liggen. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van beschuldigde Steve Bakelmans hebben zich niet verzet tegen die vraag. Ik verklaar de zitting voor de behandeling ten gronde van de zaak ten laste van de beschuldigde Steve Bakelmans voor geopend. De start van het assiseproces over de moord op Julie van Espen begint openbaar. Wat zijn uw naam en voornamen? De 41-jarige beschuldigde Steve Bakelmans staat terecht voor de verkrachting en de moord op de 23-jarige studente Julie van Espen nu 2,5 jaar geleden. Het was niet zijn eerste verkrachting en over de moord op Julie van Espen is weinig discussie. Steve Bakelmans is natuurlijk schuldig, dat weet heel België en dat heeft hij zelf aangegeven van zijn eerste verhoor en zelfs op het moment van zijn aanhouding. Zijn verwachtingen zijn dus beperkt, ook naar de straf toe. Maar wij denken dat het wel van belang zou zijn, van maatschappelijk belang, om te proberen te begrijpen hoe is Steve Bakelmans geworden wat hij is. Het maatschappelijk belang van deze zaak is groot. De feiten schokten het ganse land. Maar tegenover dat maatschappelijk belang staat de bescherming van het privéleven van Julie van Espen en van haar nabestaanden, zei hun advocaat. Hij vroeg daarom dat het proces achter gesloten deuren zou plaatsvinden. En het Hof volgde zijn argumenten. Het Hof beveelt dan ook dat de zaak met gesloten deuren zal worden behandeld tot aan de sluiting van de debatten en dit met het oog op de bescherming van het privéleven van de burgerpartijen, zoals uitdrukkelijk door hen gevraagd, en ontzegt dan ook het publiek en de pers de toegang tot de rechtszaal tijdens de duur van deze debatten. Pers en publiek verlieten de zaal. Het proces gaat nu voort achter gesloten deuren. Het is zeer uitzonderlijk, maar ik denk dat het Hof ook rekening zal hebben gehouden met de uitzonderlijke media-aandacht. Het verzoek kwam uit van de burgerlijke partijen en de andere partijen hebben zich daar niet tegen verzet. Nu kan in alle sereniteit het proces voortgang vinden, kunnen alle getuigen gehoord worden en hoeven niet alle vreselijke details naar buiten te komen. Dus wat dat betreft zijn wij tevreden dat het Hof op ons verzoek is ingegaan. Fatma Taspinar in het gerechtsgebouw. Goedemiddag. Ja, het wordt achter gesloten deuren gevoerd. Wat waren de argumenten om dat te doen? Wel, je hoorde al dat John Maas zeer tevreden is. Hij vertegenwoordigt hier 16 burgerlijke partijen. Dat zijn allemaal nabestaanden, vrienden, familieleden van Julie van Espen. En die hadden hier vandaag eigenlijk maar één vraag. Dat Julie van Espen geen tweede keer slachtoffer zou worden in deze zaak. En dat zou gebeuren als alle gruwelijke details rond haar verkrachting en haar moord hier naar buiten zouden worden gebracht via de media. En dus wilden zij die gesloten deuren. Waarom? Ze zeiden, we hebben nog één ding dat we willen voor Julie van Espen. En dat is dat haar waardigheid hier intact blijft. Dus het Hof is eigenlijk grotendeels de argumenten van meester John Maas gevolgd. Daarnaast was er nog een argument. Er komen in de loop van de week nog een aantal heel kwetsbare, gevoelige getuigenissen hier op dit proces. Een tiental vrouwen zal hier komen getuigen. Een deel van hen heeft een relatie gehad met de beschuldigde, Steve Bakelmans. Drie van hen zijn ook verkracht door de beschuldigde. En ook zij moeten in alle rust en sereniteit hier hun verhaal kunnen doen. Dus dat heeft ook meegespeeld om te zeggen door die voorzitter van het Hof, kijk, ja, die openbaarheid is zeer belangrijk, maar het privéleven van de familie van Julie van Espen, van Julie van Espen zelf, haar integriteit en ook van deze vrouwen die hier komen getuigen, ja, weegt toch zwaarder door. We hoorden in het verslag zeggen dat het uitzonderlijk is. Is het dan nooit eerder gebeurd dat een assiseproces niet publiek gevoerd werd?
Nee, het is wel al eerder gebeurd, maar het is wel zeer uitzonderlijk. Want we moeten echt al gaan zoeken, als we alleen al kijken naar Antwerpen, om te kijken wanneer dat ooit is gebeurd. En als je gaat kijken naar een gelijkaardige zaak, dus waarbij er sprake is van moord en zedenfeiten, dan komen we uit bij een zaak in de jaren 90. Dus dat ging dan om een jonge man die zijn tante had vermoord, door wie hij misbruikt was. Dus het is echt wel heel lang geleden dat het nog is beslist in een gelijkaardige zaak. En dat toont toch wel aan dat er niet lichtzinnig over wordt gegaan. Maar, Annelies, het zou wel eens kunnen dat dat binnenkort de norm zal worden in zedenzaken. Waarom? De Hoge Raad voor Justitie heeft voor de moord op Julie Van Espen al eens een advies uitgeschreven. Ze zeiden dat dat principe van de openbaarheid eigenlijk in zedenzaken omgekeerd zou moeten worden. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, alle zedenzaken die gebeuren achter gesloten deuren, tenzij het niet anders kan bijvoorbeeld. En daarover is op dit moment ook een wetsvoorstel in de maak. Dus wie weet, binnenkort helemaal niet meer zo uitzonderlijk. De pers is niet toegelaten in de assisezaal. Mogen wij nog berichten over deze zaak? Ja, we mogen uiteraard nog berichten over deze rechtszaak. Hè. Maar wat we niet mogen is, die zaal daar, je ziet dat achter mij, dat is die assisezaal, die mogen wij niet meer binnen de komende week. Ook het publiek mag daar niet meer binnen. Dus wij zullen in principe niet kunnen horen wat daar gezegd is. En het is natuurlijk ook in functie van die familie, uit respect voor die familie beslist. Dus er zal niets naar buiten komen van wat daar gezegd wordt. Anderzijds stopt dat op het moment dat de beschuldigde Steve Bakelmans het laatste woord heeft gehad. En dan is pers en publiek wel weer welkom, want dan hebben de burgerpartijen eigenlijk er niet veel meer mee te maken als het over de strafmaat gaat. Dus dan mogen we terug binnen. En dat is ergens volgende week woensdag, wanneer er over straf zal gediscussieerd worden. Dankjewel, Fatma. Omicron is doubling. Here in the UK, every 2 to 3 days. And we know from bitter experience how these exponential curves develop. No one should be in any doubt. There is a tidal wave of Omicron coming. Waar wetenschappers bang voor waren, is in Groot-Brittannië aan het gebeuren. De nieuwe Omicron-variant van het coronavirus verspreidt er zich razendsnel. 40% van de nieuwe besmettingen in Londen zou met Omicron zijn. Er zijn al zeker 10 Britten in het ziekenhuis beland, bij wie de nieuwe variant is vastgesteld en 1 persoon is overleden. Premier Johnson schakelt een versnelling hoger. Hij wil dat alle meerderjarige Engelsen nog voor nieuwjaar hun boosterprik krijgen. Het was de minister van Volksgezondheid die vanmorgen de nieuwste cijfers vrijgaf. 40% van de COVID-besmettingen in Londen zijn nu het werk van de Omicron-variant. It's spreading at a phenomenal rate. En wat de Britten zorgen baart, is dat de vaccins niet echt genoeg beschermen tegen een besmetting met de Omicron-stam. Tenminste, niet als je maar 2 prikjes kreeg. Dat blijkt uit een eerste onderzoek. Maar het goede nieuws is dat een derde, zogenaamde boosterprik, de afweer wel zou verhogen. What we see is after the booster dose, and that happens quite fast after the booster dose, in early analysis, probably at 14 days and even up to just even 7 days. No matter what your backbone, whether you had Astra or Pfizer, you've got a 70 to 75% vaccine effectiveness for a symptomatic disease. Tot nu toe zijn 10 Britten besmet met de Omicron-variant in het ziekenhuis terechtgekomen en 1 persoon is overleden. Ook al zou die variant volgens de eerste bevindingen in Zuid-Afrika milder zijn en minder ziek maken, maar dan nog kunnen de ziekenhuizen overbelast worden. It might be a smaller percentage of people that are severely ill, but it'll be a smaller percentage of a much larger number. Groot-Brittannië lijkt de proeftuin te worden van de Omicron-variant in Europa en in winterse omstandigheden. Zal hij lelijker huishouden wegens besmettelijker of toch minder omdat hij minder ziek maakt? De regering wil geen risico's nemen en versnelt nu in 7 haasten de boostercampagne. Everyone eligible aged 18 and over in England will have the chance to get their booster before the new year. We will also assist this emergency operation by deploying 42 military planning teams across every health region. Get boosted now. In ons land wordt de Omicron-variant op dit moment gezien bij zo'n 3% van de besmettingen. Viroloog Mark van Ranst roept op om een dam op te werpen en ook bij ons veel sneller boosterprikken te zetten.
Welke coronavarianten bij ons de ronde doen, wordt hier in het Rega-instituut in Leuven nauwlettend in de gaten gehouden. 10 dagen geleden was Omicron nog goed voor 0,3% van de nieuwe besmettingen. Vandaag is dat al 3%, 10 keer zoveel. En het blijft stijgen. In Engeland zit men al aan 30%. Het is mogelijk dat we daar binnen ongeveer 10 dagen of 14 dagen dat we ook aan zulke cijfers zitten. Hoe vlot ons land die Omicron-variant zal verteren, zal afhangen van hoeveel mensen in het ziekenhuis zullen terechtkomen. Wanneer dat meevalt, dan kunnen we dit aan. Wanneer door een hele snelle stijging er toch meer ziekenhuisopnames zouden zijn, ja, dan komen we weer in moeilijker terrein terecht. Nu dalen die cijfers een beetje. En dat zal nog wel even doorgaan op een bepaald moment. Dan is het risico dat ze niet meer verder naar beneden gaan en daarna weer gaan stijgen. Het is wel al duidelijk dat wie een boostershot gehad heeft van zijn vaccin minder kans loopt om ziek te worden. In Engeland versnelt men het boosterprogramma. Daar heeft men ook de termijnen verkort van wanneer men een booster kan krijgen na de vorige vaccinatie. Dat is misschien iets wat we ook moeten overwegen. We zouden beter sneller boosteren. In een ideale wereld dan zouden we beter sneller, nog sneller boosteren. Maar bon, uiteindelijk wanneer we ons vergelijken met vele andere landen, dan hebben we al een aardig deel boosters geplaatst. De algemeen dalende trend in de coronacijfers zet zich door bij ons. Cienzano geeft geen nieuwe cijfers op maandag. Maar we hebben de laatste stand van zaken doorgekregen van het kabinet van minister Van den Broeke. Er worden minder mensen opgenomen in het ziekenhuis met COVID. Het waren er de voorbije week gemiddeld 271 per dag. Gisteren lagen er alles samen 3.277 COVID-patiënten in de ziekenhuizen. Bijna 400 minder dan 10 dagen geleden. Op intensieve zorg waren er 827 COVID-patiënten gisteren. Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is in een week tijd met 20% gezakt. Het waren er vorige week elke dag net iets minder dan 14.000. De overlijdens tot slot, dat waren er vorige week elke dag nog zo'n 47. In de Amerikaanse staat Kentucky alleen al zullen er zeker meer dan 100 doden zijn na de tornado's. Dat zegt de gouverneur van de staat. De natuurramp wordt er nu al omschreven als een van de dodelijkste uit de geschiedenis. De tornado's trokken een 300 kilometer lang spoor van vernieling. Hele dorpen zijn verwoest. Op veel plaatsen zijn opvangcentra ingericht om de mensen een dak boven hun hoofd te geven. I've never been through anything like that in my life. And then the bus I was in, we got stuck downtown, and all the rubble I went through, it was like a war. I don't know how you explain, like a war zone or something. It was awful, so awful. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn nu al zeker 7 doden gevallen bij een ontploffing in een appartementsgebouw. 2 mensen zijn nog vermist. De explosie is wellicht veroorzaakt door een gaslek. Behalve het appartementsgebouw zijn er nog 3 huizen compleet vernield. In de Baltische Zee tussen Denemarken en Zweden zijn 2 vrachtschepen tegen elkaar gevaren. 1 ervan is gekapseisd, 2 mensen die aan boord waren zijn vermist. Er zijn 9 schepen en een helikopter ingezet voor de reddingsoperatie. Op het moment van de aanvaring hing er mist over zee. Duitsland zal geen bijkomend Russisch gas invoeren als Rusland Oekraïne binnenvalt. De Russen hebben tienduizenden troepen verzameld voor de Oekraïnse grens en het Westen vreest een inval. In dat geval, zegt Duitsland, zullen we de pas aangelegde gaspijpleiding Nord Stream 2 niet in gebruik nemen. De pijpleiding heeft miljarden gekost en vervoert gas van Rusland naar Duitsland. Al maanden geleden werd er laatste hand gelegd aan Nord Stream 2, maar voorlopig krijgt het project geen goedkeuring. De pijpleiding zou jaarlijks tot 55 miljard kubieke meter aardgas vervoeren van Rusland naar Duitsland. Het project is bijzonder omstreden om verschillende redenen. Oekraïne voelt zich bijvoorbeeld geviseerd omdat het veel transitinkomsten zal mislopen als Rusland niet langer de pijpleidingen door Oekraïne gebruikt om gas te leveren aan de Europese Unie. De nieuwe Duitse bondskanselier begrijpt de bezorgdheid, maar blijft voorstander van het project. We voelen ons ook voor de toekomst weiter verantwoordelijk dat het gastransitgeschäft een erfolgreiches geschäft is der Oekraïne en werden daarvoor zorgen dragen. Maar de oplopende spanning aan de grens met Oekraïne zou wel eens roet in het eten kunnen gooien.
Volgens het Westen dreigt Rusland Oekraïne binnen te vallen. De nieuwe groene Duitse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat Nord Stream 2 er niet komt als dat gebeurt. Dass bei weiteren Eskalationen diese Pipeline so nicht weiter ans Netz gehen könnte. Ich benutze hier den Konjunktiv, wie gesagt. Wir sind ja gerade in der Phase, dass wir gemeinsam alles dafür tun wollen, dass Gespräche wieder stattfinden können. Een gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Biden bracht vorige week geen oplossing. En intussen verhardt de taal. Rusland vraagt de NAVO formeel om de belofte van NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne in te trekken. En de Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken dreigt zelfs met een militaire confrontatie. Iets anders dan de groeiende invloed van China in Europa. Daar hebben onze collega's Tom van de Wegen en Stefan Blommaert een driedelige reeks over gemaakt. Met als titel De Chinese draak in Europa. En het eerste deel is vanavond te zien in Ter Zake en gaat over de Griekse haven van Piraeus, vlakbij Athene. Die is in handen gekomen van China als deel van de nieuwe Chinese zijderoute. Volgens de havenvakbonden heeft dat kwalijke gevolgen voor de havenarbeiders. Ze zeggen dat er onveiliger gewerkt wordt nu. Dit is wat de Chinezen de kop van de Chinese draak noemen, de toegangspoort tot de rest van Europa. Sinds enkele weken heeft de Chinese staatsrederij COSCO 67% van de Griekse haven van Piraeus in handen. 12 jaar nadat de Chinezen hier voet aan wal zetten, hebben ze de omzet van de haven maar liefst verzesvoudigd. This is the concept of our Chinese friends. Harmony win-win. They will never try to do things. And as I was used to say, COSCO Shipping is an investor and not an invader. Toch heeft die groei ook een schaduwzijde. De haven barst uit zijn voegen en de Chinese manier van werken eist zijn tol. Hier zijn bloemen neergelegd voor een havenarbeider die hier onlangs is omgekomen. En er is toch wel wat protest tegen de zware arbeidsomstandigheden in de haven sinds de Chinezen die in handen hebben. Boze havenarbeiders leggen het werk neer. Dagenlang komen ze op straat. De dood van hun collega wijten ze aan de hoge werkdruk van hun Chinese werkgever. Dit is de spreekwoordelijke druppel. Που ιδιωτικοποιήθηκε. Υπάρχουν πολύ χαμηλότεροι μισθοί. Δεν υπήρχαν για πολλά χρόνια συλλογικές συμβάσεις εργασίας με συγκροτημένα δικαιώματα. Δεν υπάρχει σήμερα, κατακτήσαμε, αυτό ανακοινώσαμε, η ίδρυση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας. They will have to realize that the Chinese way wouldn't fly on European soil. You know, they've been really amazed to find out that so many grievances end up in courts. They're not used to the idea of having courts, you know, stepping in and issuing rulings. This is not the way they work. Gisteren was het Wereldlichtjesdag. Een dag om extra stil te staan bij overleden kinderen wereldwijd. Mensen die een kind verloren of hun steun willen betuigen aan families met overleden kinderen, zetten kaarsen voor het raam. In Leuven stond de stadsbegraafplaats vol lichtjes. Kaarsen tonen de weg aan tientallen mensen die op het kerkhof even willen reflecteren bij zoveel kinderzerkjes van lang vervlogen tijden of van pas geleden. Een zoontje van een vriend van mij die is verdronken en we zijn hier komen herdenken met Lichtjesdag en met heel veel mensen een muziek opgezet en even hem herdenken, want dat is echt super pijnlijk voor die mensen. Die pijn dat zij moeten doorgaan, ik denk dat je dat niet kunt. Ja, plaatsen gewoon. Hier gaat ook extra aandacht naar doodgeboren kindjes in de sterrentuin. Zo'n 600 sterretjes herinneren eraan. Wie een baby of foetus verloor, kan er eentje laten zetten. Ook al is het lang geleden. Over 50 jaar heb ik mijn tweeling verloren. En ik heb een tijd terug kunnen naar sterretjes steken. En dat geeft mij nu een beetje rust. En daarmee kom ik graag naar die lichtjesdag. En vroeger kon dat niks zijn. Vroeger stond het feitelijk in de kou, hè, als je dat voor had. Niemand hielp u, niemand sprak met u.
Moest maar zien dat je het verwerkte. We hebben 20 jaar geleden een doodgeboren dochtertje gehad. Het is voor mij al lang geleden. Ik heb het gevoel dat ik echt wel een plaats heb kunnen geven. Dus voor mij persoonlijk ja, doet het wel ook deugd dat daar aandacht voor is. Maar ik denk in die zin dan vooral aan de ouders die dat zoiets verser hebben meegemaakt. Of ook aan de ouders die dat er nooit echt door geraakt zijn. En dan denk ik wel dat dat echt wel heel veel deugd kan doen. Ja. Maarten, het sportnieuws gebeurt niet zo vaak, maar je begint met snooker vandaag. Ja, en dat betekent dat Luca Brecel het vooral weer uitstekend heeft gedaan. Vorig weekend verloor Brecel nog de finale van het UK Championship. Dat is een van de toptoernooien in het snooker. En gisteren was hij wel de beste. In de finale van de Scottish Open versloeg Brecel John Higgins. En dat is geen kleine jongen, want die Higgins die werd al 4 keer wereldkampioen. En Brecel, echt in topvorm, die maakte het af met een heel bijzondere bal. Kijk naar deze laatste bal van de match. Brecel doet het zonder te kijken. Een showmomentje, maar vooral een hoogtepunt. Even terug naar het begin. Tegenstander is John Higgins. Meervoudig wereldkampioen, bij leven een legende. Brecel loopt snel 3-0 uit en komt zelfs op een voorsprong van 8-2. Higgins voelt de bui al hangen. De Schot wint daarna 3 frames op een rij en komt terug tot 8-5. Jawel, deze bal onderstreept zijn klasse en kunde. Maar Brecel imponeert in het laatste frame, laat een break van 127 noteren en steelt de show. Een mooie zege, met dank aan het thuisfront. Ja, yeah, where's the camera? This one? Aha. Papa, mama, bedankt voor de steun alle jaren. Ja, het is zonder jullie was het nooit gelukt en... Ik ben zo blij. Het levert hem €80.000 op. In het voetbal was er gisteravond nog 1 wedstrijd. Club Brugge versloeg de voorlaatste in de stand, Sint-Waregem, met 3-0. Achterin rammelde het wel nog altijd bij club, maar het wint wel en pakt zo in de competitie 9-9. En de Ketelaar was opnieuw beslissend met een assist en een goal. Een mooi moment in Jan Breidel. Oud-clubspeler José Reinaert mag de aftrap geven. Hij is vorige week 100 jaar geworden. Applaus van op de tribunes. En na 12 minuten mag de Brugse aanhang opnieuw juichen. Charlotte de Ketelaere zorgt voor het openingsdoelpunt. Maar club slikt de laatste weken ook redelijk wat tegengoals. Hier een cadeautje van Sobol, maar Gano pakt het niet uit. Ik denk dat we daar soms de kans hebben laten liggen om terug in die wedstrijd te komen. Want dat had natuurlijk voor een heel andere wedstrijd kunnen zorgen. En dat hebben we toch een beetje laten liggen vandaag. Want na rust maakt Rits in de kluts de geruststellende 2-0 voor club. Blauw-zwart komt niet meer in de problemen. De Ketelaere bedient Noah Lang en het is 3-0. Dat is ook de eindstand. Een welgekomen uitslag voor Club Brugge. Het klopt dat we erbij weten. Soms... Ja, een aantal goals tegenkregen en ook de wedstrijd met de hakken over de sloot binnentrokken. En met 3 doelpunten verschil winnen nu thuis, dat doet wel deugd en we moeten daar vertrouwen uitputten. Bij Sint-Waregem is het vertrouwen dan weer ver zoek. Het zakt weg naar de voorlaatste plaats in de stand. We zitten nu eenmaal in de hoek waar de klappen vallen. We hebben 17 of 18 matchen ver. We hebben nog niet veel gelukkige momenten gehad. Hopelijk kunnen we voor nieuwjaar nog wat punten pakken. Club Brugge kon wel punten pakken na zijn Europese uitschakeling. Dat kan je niet zeggen van de Racing Genk. Genk blijft flink op de sukkel. Gisteren verloor het op het veld van AA Gent. Julien de Saar zorgde op het half uur voor de enige goal van de wedstrijd. Een nieuwe tik dus voor Genk, dat in 5 competitiewedstrijden niet meer kon winnen. Play-off 1 lijkt heel ver weg. Tegenstander Gent zit wel in een goede periode. Het pakt 12 op 12. We zijn heel tevreden. We hebben nu ons 4e zege op rij in de competitie en we hadden die brood nodig om op te schuiven. We zijn nu, we hebben ons karretje aangehaakt aan die eerste wagon. We zijn er nog niet en het zal knokken blijven, want je moet iedere week blijven bevestigen. We are on the good way, but we are not ready. Absolutely not ready. I know in this business you have no time, but I'm 100% sure that I can bring the team physically, also tactically, on another level in the next days and weeks.
Stork heeft werk. Door die goede reeks is Gent nu opgeklommen naar de vijfde plaats op 1 punt van de felbegeerde top 4. Goed voor play-off 1. Genk is pas 11e op 18 punten al van leider Union. Club Brugge blijft min of meer in het spoor van leider Union. Het volgt als tweede op 4 punten. Zulte Waregem komt als voorlaatste meer en meer in de problemen. Rode Duivel Thomas Vermaelen moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij zijn Japanse ploeg Vissel Kobe wordt niet verlengd. Vermaelen trok in 2019 naar Japan. Hij pakte bij zijn club ook een paar mooie prijzen, maar het exotisch voetbalavontuur van de blessuregevoelige verdediger stopt vanaf 1 januari volgend jaar. In Europa speelde hij onder meer voor Arsenal, Barcelona en AS Roma. Waar zijn toekomst nu ligt, is nog onduidelijk. Al wordt er al langer gespeculeerd over een terugkeer naar ons land. Thibaut Courtois blijft toveren in Spanje. Met Real Madrid in de topper tegen Atletico heerste hij opnieuw in doel. Real won de topper met 2-0 en vergroot zo zijn voorsprong in het klassement. Hazard bleef opnieuw 90 minuten op de bank. Thibaut Courtois gaat voorop in de strijd tegen stadsgenoot Atletico, een van de weinige concurrenten dit seizoen. Via een aanval overrechts met Vinicius. En de volley van Benzema wordt het 1-0 op het kwartier. Mooie combinatie. Dan staat nationale Thibaut klaar voor een vrije trap van Griezmann of Carrasco. Het wordt Griezmann. Courtois haalt de bal uit de kruising. Hij is de laatste weken echt onklopbaar. Atletico blijft duwen. Felix bijna blind tot bij Cunha. Courtois dekt zijn hoek weer goed af. Hij zal ook uitgeroepen worden tot de man van de match. Aan de overkant lijkt Vinicius ruimte te krijgen voor een schot. Hij tikt toch breed tot bij Asensio. Oblak is kansloos. 2-0 op het uur. De laatste kans is een vrije trap voor Lemar. Courtois is andermaal alert. Goeie afwerkers en een goede keeper. Daar kom je al ver mee. 2-0. Ja, die geweldige Courtois en Real Madrid kennen ook hun tegenstander in de achtste finales van de Champions League. Daar is net voor geloot Benfica, maar het zou kunnen dat die loting opnieuw gedaan moet worden, want de UEFA heeft een fout gemaakt. Ah, oké. Dankjewel, Maarten. En ik heb nog blij nieuws voor de wetenschap in ons land. In Zeebrugge is het nagelnieuwe onderzoeksschip Belgica aangekomen in zijn thuishaven. Aan het schip is bijna 2 jaar gebouwd en het vervangt de vorige Belgica die aan vervanging toe was. De nieuwe versie is 4 keer groter dan de oude en zit vol toptechnologie om aan wetenschappelijk onderzoek te doen. 26 wetenschappers kunnen er aan het werk in meer dan 10 moderne laboratoria. Een glijdbezoek krijgt u in ons journaal van 7 uur. In dit journaal begonnen we met het assiseproces over de moord op Julie van Espen. Dat is vanmorgen gestart en zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Bedankt voor het kijken. Tot vanavond. Ik verklaar de zitting voor de behandeling ten gronde van de zaak ten laste van de beschuldigde Steve Bakelmans voor geopend. Ze zeiden: we hebben nog één ding dat we willen voor Julie van Espen en dat is dat haar waardigheid hier intact blijft. Het Hof beveelt dan ook dat de zaak met gesloten deuren zal worden behandeld. Wat dat betreft zijn wij tevreden dat het Hof op ons verzoek is ingegaan. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.